Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe Dat kan toch niet vegan? Ik ben Marije en vandaag ga ik weer iets experimenteels doen hoor. Ik vond een recept op het internet. En dat was een 5 minute birthday cake uit de magnetron. Oké, dan heb je nog 4 minuten 30. Ik ben al zenuwachtig. Want de taart in kwestie was absoluut niet vegan. Maar ik dacht, waarom kan ik dit niet gewoon proberen te veganizen? In de basis is het echt een super makkelijk recept. Maar goed, ik heb dus geen flauw idee of dit gaat lukken. Doe je gezellig mee! Alle afmetingen van de producten staat in de videobeschrijving. Maar ja, wederom. Voorzo. Mits het een lekker recept wordt. Oké, de boter gaat in de pan. Plantaardige boter uiteraard, hè? Uiteraard. Dankjewel voor deze correctie. Gaat daar een half vanillestokje bij? Je hebt nog 2 minuut 15. Jongen, vinden jullie me ook niet echt super professioneel met mijn theedoek? Oh, look, no skills. Vervolgens doen we hier de suiker erbij. En we gaan dit gewoon simpelweg whisken. Dit wordt een hele simpele vanillecake. Die je natuurlijk zelf nog kan aanpassen hoe je dat wil. Of je daarna nog smaak aan toevoegt. Of misschien cacao. Of weet ik veel. Leef je uit. Maar de basis is gewoon een vanillecake. Want ja, laten we gewoon niet gek beginnen. Ik zag al hoe je naar je vanillecake. Zo. Dan een gek ingrediënt voor cake in principe, maar dat is yoghurt. Plantaardige yoghurt uiteraard ook weer. Maar dat zou moeten zorgen voor een beetje luchtigheid. Fluffiness. Oh my god, it's so fluffy! Dan gaat de bloem er doorheen. Gewoon old fashioned all-purpose bloem. Waar groeit de all-purpose bloem? In all-purpose. Oh, mijn naam is Al, all-purpose. Waar geef ik handen met links? Oké, je hebt zand gemaakt. Oké, we gaan alvast een beetje melk eraan toevoegen. Is dit het leukste klusje aan het bakken? Gewoon een lekker het roeren, dat het lekker smeuig wordt? Nee, dat is het opeten. Steeds agressief aan het dragen. 2 eetlepels bakpoeder. Ik doe er ook nog een klein beetje vanillearoma bij. Want ik heb het idee dat dat gewoon het net even, ja, gewoon net even wat lekkerder maakt ofzo. En natuurlijk een halve liter vanille, een pinch of salt. Oh, ik ben kapot! Dan heb je iets nodig wat in de magnetron kan. Volgens mij kan siliconen in de magnetron. Ik doe nu een super slim internet trucje. Hoe je mooi een rondje kan maken van bakpapier voor je dinges. Zo werkt het. Je pakt dus een bakpapiertje, daar vouw je in vieren. Dan maak je er een driehoekje van. En dan vervolgens doe je de punt ongeveer zo in het midden. Knip je zo langs de rand. Moment of truth. Oh, nice. Oh. Oké. Voilà. Color me surprised. Oké, deze gaan we in de bakvorm doen. Het is wel een mooi beslagje. Ik had de randen trouwens al van tevoren ingevet. Gewoon met eieren, toch? Ja. Vind ik altijd zo vervelend van een pannenlikker, dat je dan ook weer een pannenlikker nodig hebt voor de pannenlikker. Hoe, je moet gewoon de pannenlikker liggen. Nou, je hoeft de oven niet voor te verwarmen natuurlijk. Dat zijn allemaal winsten. Voor deze 14 minuten birthday cake. Nou, kom je mee naar de magnetron? Het punt is met dit recept. Goed, ja, ik wel. Kijk. De grote test om te kijken of hij een beetje... Was je op je vingers? Is, ja. Is... Je vingers. Ja, ik denk dat hij goed is eigenlijk. Ja? Zie je de verbazing? Ja, je kijkt heel erg zelfverzekerd. Alrighty! Nu gaan we dit heel professioneel zo doen. Nou ja, let's go! Een YouTuber, kan alles! Kijk door de lucht, gaat ie! Het kan niet! Jawel, het kan doe niet! Het. Doe het! Wacht, ik doe het! Maar nu gaat het lukken. Je hebt een brie gemaakt! Voilà! Maar goed, hey, dit is wel cake, hè? Kijk, ja? Wat een mooist. Doe even. Kijk hier.
Wat een lekkere, mooiste cake. Je vraagt ze om één ding te doen. Eén ding. Eén ding. Wij ruimen het even op. Jij hebt waarschijnlijk niet zo'n teringzooi ervan gemaakt. Dus jij kunt gewoon verder gaan. Terwijl deze afkoelt, gaan we even de frosting maken. Daarvoor hebben we gewoon wat boter nodig. Powdered sugar. Poedersuiker. Oké, dat geven we even een nice little whisk. Ik doe er een splash vanille aroma toch door. Is dit eigenlijk wel vegan? De nieuwe show, is dit eigenlijk wel vegan? Oké, ik ga dit even mooi maken voor jullie en dan kom ik zo bij je terug. We're back met een super mooie professioneel opgemaakte cake. Doen professionals ook altijd. Nog even klooien als ze hem al klaar hebben. Ja, dit was niet... Mijn frosting is niet helemaal goed gelukt. Ik denk dat ik te weinig poedersuiker heb gebruikt. Maar goed, normaal dan kun je natuurlijk ook nog heel mooi de zijkanten en zo doen. En dan ziet het er best wel gezellig uit voor een cake die je heel snel kunt maken. Kijk, dit is niet de cake waarmee je gaat shinen bij je schoonmoeder of zo. Maar het is wel de cake waarmee je gaat shinen als ze zeggen we komen over 10 minuten op visite. En dan zeg je, nou, ik maak nog even een taart. Voilà. Oh, dat is gezellig. Verdict. Happy birthday. Conclusie. Nou, lekker te chappen. Het is eigenlijk echt niet zo verkeerd. Nou, dat is wel wat je wil van je birthday cake. Happy fucking birthday. Kijk, het is een beetje sneu dat hij zo laag is. Zeg maar, zo'n looks ik niet helemaal. Maar als je een birthday cake zou maken, maak je er dus hier 3 van. Precies. En dan maak je er een taart van. Ik bedoel, dat kan. Anders neem je even de woorden uit mijn mond of zo. Nou, bij deze. De nuchtere Nederlander test. Spannend, spannend. Hij kijkt. Hij doet het vooral goed van afstand, visueel. Hey! De cake ziet er wel echt goed uit. Ik kan me niet voorstellen dat je dit in een magneton gemaakt hebt. Dat is heel goed. Nou, daar gaan we dan, hè? Oh! Ik heb al 20 afleveringen opgenomen, dat is nooit gebeurd. Maar hey, hè? Wie is de pro hier? Kort maar krachtig. Een cake is te gek, daar kun je echt heel lekker een taart mee maken. Die frosting is niet te hakken. Die frosting, heb je reden voor dat die niet gelukt is. Die moet je gewoon nog een keer doen, die cake. En dat is waar het hier om gaat. Die cake is te gek, die is echt heel goed. Wow. Hij is echt lekker, hij is inderdaad smeuig en hij is niet droog. Veel smaak, echt lekker. Wist je dat een cake een real-time pie chart is van hoeveel cake er nog is? Oké, conclusie is, ga echt proberen deze cake te maken. Als jij beter bent in frosting dan ik, dan heb je nog meer succes met deze taart. En dan ga je mensen echt verbazen met hoe snel en makkelijk je gewoon een hele lekkere, leuke birthday cake kan maken. Bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer als je suggesties hebt voor nieuwe recepten, laat het me weten.